Mika Rosheuvel, de voorbereiding zit erop. Hoe is die voor jou persoonlijk gegaan? Ja, voor mij persoonlijk, mijn teamgenoten beter leren kennen. Ik ken een aantal jongens natuurlijk al. En de ene wedstrijd natuurlijk was wat beter dan de ander. Maar dat is normaal in de voorbereiding. En als ik erop terugkijk, denk ik wel dat ik klaar ben voor de competitie. Ja, want het is je eerste periode bij NAC. Hoe bevalt het bij de club? Ja, zeker een mooie grote club. Je ziet het ook, er zitten ook weer gewoon 10.000 man op de tribune met de open dag. En de club leeft echt in de stad. Dus ik ben zeker niet teleurgesteld. Ik had het net al even over jouw persoonlijke voorbereiding. Heb je assist en doelpunten bijgehouden? Doelpunten niet nemen, assisten ook niet. Dus dit is nog niet om het echi. Dus het zal, vanaf 12 augustus zal het wel komen. Nou, kan je vertellen dat je de meeste assist uit de hele selectie hebt geleverd in de voorbereiding? Ja, dat is mooi. Dat is een goed begin. Dus vorig seizoen ook 8 assists afgeleverd bij Roda. Dus ik hoop dit seizoen te overtreffen. Ja, je bent fit. Volgende week wedstrijd bij AZ op het programma. Hoe kijk je er tegenaan? Als je kijkt naar onze wedstrijd van vandaag, de fouten die we hebben gemaakt, ja, die zullen gelijk afgestraft worden. Dus daar moeten we lering uit trekken. Maar al met al heb ik wel positief vertrouwen in dat we zeker een goed resultaat kunnen gaan neerzetten in Alkmaar. Heb je persoonlijke doelstellingen voor jezelf gezet voor komend seizoen? Ja, zeker. Je wilt natuurlijk qua cijfers beter doen dan afgelopen seizoen. Maar echte aantallen, ga ik geen uitspraak over doen. Dat vind ik niet echt nodig. Maar dan zien we het wel. Eerst gewoon lekker vrij uit voetballen. Komt de rest vanzelf. We gaan het zien. Succes. Zeker weten. Stop, man.